Meester G.B. Hulteman geeft zo dadelijk zijn visie op de toestand in de wereld. Dames en heren, goedenavond. Leuk u weer te zien. Bij wijze van spreken dan natuurlijk. Toch eerst een analyse weer van de duivels ingewikkelde toestand in het nabije oosten, waar voor mij dit de hoofdzaken zijn. Punt 1. De hele Arabische wereld op Libië en Zuid-Jemen na hebben nu samen met de PLO zich formeel neergelegd bij het aanvaarden van een staat Israël. En dat is dus bepaald een historische gebeurtenis. Punt 2, en dat zullen velen van u misschien niet zo leuk vinden, het is natuurlijk wel zo dat dat is afgedwongen door het onbeschroomde gebruik dat de heren Begin, Sharon en Shamir dorsten te maken van de geweldige verpletterende militaire overmacht van dat kleine Israël. En die overmacht, die is veroorzaakt, die is uitgelokt, kan men wel zeggen, door de tientallen jaren lange vijandige en krijgshaftige houding van de Arabische staten tegenover Israël. Punt 3. Een grootschalig militair conflict alsnog tussen Israël en Syrië of eenheden, guerrilla-eenheden van de PLO in het oosten en noorden van Libanon, zijn daarom niet waarschijnlijk. Let wel, ik zeg niet onmogelijk, want iets wat onmogelijk is, dat is nou juist in het nabije oosten altijd best mogelijk. Maar waarschijnlijk is het niet. Syrië is tegen dat Israël niet opgewassen. Een conflict uitlokken of aanvaarden zal gewoon gelijkstaan met zelfmoord. En bovendien verkeren twee van Syriës bondgenoten vermoedelijk in moeilijkheden. Allereerst de grote Sovjet-Unie, waarna het nu schijnt toch echt wel een proces aan de gang is om Leonid Iljitsj Brezhnev te vervangen. Toen vorige week plotseling het hele telefoonverkeer van de Sovjet-Unie met de hele buitenwereld wegviel, toen dachten ze in de communistische hoofdsteden van de landen van het Warschau-pact al dat het zover was. En het is dus vermoedelijk geen ogenblik waarop het Kremlin erg gesteld is op avonturen. En verder, de tweede vriend van Irak, dat is Iran. Daar gaat het met de wraakoefening van de Ayatollah die de Irakis wou inpeperen dat ze bij hem zouden zijn binnengevallen. Daar gaat dat helemaal zo best niet. Vandaar dus geen oorlog, dat is onwaarschijnlijk. Maar aan de andere kant ook niet gauw vrede. Daarvoor zijn twee grote beletselen. Allereerst natuurlijk dat de regering Begin de westelijke oever van de Jordaan die ze bezet heeft wil annexeren als Bijbels Joods land, Judea en Samaria, evenzo de strook van Gaza. En nu heeft president Ronald Reagan van de vele twijfels over die operatie van Israël en Libanon gebruik gemaakt om dat plan vierkant af te wijzen. En dat wel op een manier zoals de regering in Washington nog maar zelden de Israëlische regering heeft durven afvallen. Tweede beletsel. De Arabieren hebben bepaald veel tijd nodig om zelf te wennen en vooral ook om hun volken te laten wennen aan het aanvaarden van Israël nadat ze zoveel jaren lang zo zeer hoogmoedig en trots en krijgshaftig zich tegen Israël hadden gekeerd. En daar is tijd voor nodig, dat gaat altijd zo onder de Arabieren. En er is natuurlijk ook tijd voor nodig om de formule van de Amerikaanse president Reagan op één lijn te brengen met het plan dat de Arabische wereld in Vesting Marokko deze week heeft opgesteld. Het plan van Reagan is 5 jaar lang een summum van autonomie voor de Palestijnse Arabieren in de door Israël bestuurde gebieden, plus een band met Jordanië. En het plan van de topconferentie van Fes is een Palestijns-Arabische mini-staat op die gebieden met Jeruzalem als hoofdstad en met een rol voor de PLO. Nu, de voornaamste Arabieren hebben lof voor beide plannen. En daarom is het niet zo onmogelijk om die twee plannen wel op één noemer te brengen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat er ontstaat een Palestijns-Arabische politieke eenheid, een quasi-mini-staat, bijna een staat. En daar zou dan de PLO een rol in kunnen spelen. En daar zou een band met Jordanië tot stand kunnen komen. En dan zou die twee plannen zo'n beetje in elkaar gehutseld zijn. En dat is nu waar gisteren in een BBC-interview voor de televisie de voorzichtige en slimme koning Hussein van Jordanië al een beetje op doelde. Maar nogmaals, in Arabië malen de molens buitengewoon langzaam en er moet heel veel gepraat worden.
De toestand in de wereld werd besproken door meester Gebie Hilteman.